Terwijl wij cocktails wegslurpen op het strand, is de aarde aan het opwarmen. Ons gereis en onze onverzadigbare behoefte om de wereld over te vliegen en alles te zien, maakt toerisme de snelst groeiende industrie wereldwijd. Maar ook de meest vervuilende. Toerisme is verantwoordelijk voor maar liefst 8% van de opwarming van de aarde. En het wordt alleen maar meer. Can't but look out of the terminal window and see all those aircraft lined up there and not think this has to have some sort of effect. Dit is Tegenlicht. Welkom in de wereld van zon, zee en plastic. We gaan met z'n allen de wereld in. Minimaal één keer per jaar moeten we op vakantie. De een zoekt avontuur, de ander wil ontspannen. Allemaal willen we even weg van de dagelijkse sleur. En dat impliceert dat u in principe eigenlijk helemaal niets meer hoeft te doen. Dat hebben we wel verdiend. Elk jaar wordt de vakantiebeurs massaal bezocht. We kunnen overal naartoe en overal zijn we welkom. Hallo naar Nederland. Ik kom van Tirol, van de prettige plaats Alpachtal in Tiroler Seenland. We have a beautiful countryside, a lot of places to visit. Wij bieden prachtige zeilreizen aan voor iedereen die het unieke land wil leren kennen. Wij bieden fantastisch mooie rondreizen aan door heel Europa. U kunt ons komen bezoeken. Het is super interessant. Iedereen is welkom. Toerisme, business, alles. We had a lot of Dutch people in our beautiful country and we are waiting for more. We are always friendly people. We do encourage you to come and visit us. We hope to see you there, to enjoy the sun together. Aristopoli. We kunnen naar exotische oorden of juist wat dichterbij, met het vliegtuig of met de trein. Je kunt heel veel mooie reizen per trein maken. Je ziet het landschap, je ziet niet asfalt om je heen. Je kunt op plekken komen waar je met de auto niet kunt komen. We willen overal naartoe. Maar kunnen we ons dat nog veroorloven? De 19-jarige Kirsten maakt zich klaar voor haar grote rondreis. Maanden voorbereiding zijn eraan vooraf gegaan en over enkele dagen vertrekt ze. Laatste check. Zijn de tent en de slaapzak wel warm genoeg voor het koude Schotland, haar eerste bestemming? Ze slaapt vannacht in de tuin van het ouderlijk huis. En waarom wil je op reis? Omdat ik het heel interessant vind om te kijken hoe het is om alleen... Om echt alleen zoiets te doen. Ik ben nog nooit eigenlijk echt alleen geweest. Dus dat wordt de eerste keer. En sowieso in andere landen zijn en in andere culturen vind ik gewoon heel erg leuk. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat is om dat ook echt alleen te doen. Ik wil vooral gewoon zo vrij mogelijk zijn. Dus ook niet mezelf opleggen dat ik per se ergens achter moet komen of zo. Maar ik wil gewoon heel graag... Vrij zijn. En nu kan dat. Op reis gaan. De wereld veroveren. Contempleren. Mensen ontmoeten. Culturen ontdekken. You're welcome to please your eyes. Nu kan iedereen overal heen. Maar er was een tijd dat een reis nog een hele uitdaging was. In 1972, Maureen, my wife and I bought an old car in London and we set off to drive as far east as it would go. And it went as far as Afghanistan. And we ended up writing a book about that trip and that travel. And that became the start of Lonely Planet. Ja, de bekende Lonely Planet reisgids. De gids die de wereld toegankelijk maakte voor iedereen. I talk about places I've ruined. You know, people say, aren't you ashamed of, you know, Lonely... There's this place and everything was beautiful and simple and then Lonely Planet then we came and Lonely Planet came and suddenly there's, you know, hotels everywhere and the beaches are crowded. And of course you ask the local people and they say,
back then we had no electricity and my kids didn't go to school, and now I've got this and I've got that and I've got something else. It's great. But you know, if you were there when it was quiet and peaceful, but you can't do that. You can't sort of say, I like it simple, you know, you stay simple for me. Things change. So there is that element. And you know, okay, we may have done a guidebook to Bali when there was nobody going to Bali, but people don't go to Bali now because we do a guidebook. They go because there are hotels, and restaurants, and dozens of airline flights every day. And you know, the thing has just changed beyond belief. And you know, I'm sorry to see that change in many ways. Okay, here's tourism. Here's Madame Tussauds, the famous waxwork museum. You know, and lots of tourists there queuing up to go in. I often hark back to Bali because Bali's a place I've been to many times, going there again later on this year. So I've seen the change there. I've seen how that's changing. And what did you see then? Well, just the development, you know, the places that were quiet and, you know, everybody was on foot, and now they're all on cars and motorcycles, and the hotels are lined up, and, you know, and I don't want to be part of that anymore. De toeristenindustrie zet maar liefst 8000 miljard dollar per jaar om. Daarmee is het een van de grootste industrieën ter wereld. En het is de sterkst groeiende sector wereldwijd. Het wordt dus alleen maar meer. Meer reizigers, meer bestemmingen en een steeds grotere voetafdruk. 1 op de 10 mensen wereldwijd werkt direct of indirect in de reisbranche. Zo ook de Britse Anna Pollock. We're going up that way and then we're going to turn left past the green shed and up a little path. Pollock werkt al haar hele leven in de toerisme-industrie. Ze deed onderzoek, bedacht strategieën en adviseerde de Canadese en de Britse overheid over de internationale sector. Nu wordt ze gezien als een goeroe in het toeristenwezen. Zij durft zaken aan te kaarten die bij de meeste bedrijven en overheden gevoelig liggen vanwege economische belangen. Right now we're growing at an average annual rate of 4% per year. So that, you know, that builds and builds. So that what that means is that within about 12 or 15 years, we're going to be twice the size we are now. So that means presumably twice the number of airports, twice the number of parking lots in those airports, twice the number of hotels. It has a footprint. It has a material footprint. And the question is can we support that? Is that possible? Is it desirable? Well, the essence of the problem at the moment is that we've developed an industry that's reliant upon getting bigger. That is defined, success is defined in tourism as increasing the number of visitors to your particular region. We call a destination. What that has not recognized, however, is that tourism uses resources and produces wastes like many other sectors of our economy. It's an extractive sector. So mining, for example, takes stuff out of the ground that is used to make things and you sell things. And there are waste products that come out of that. Tourism does, in fact, use a lot of land. It exploits landscapes. Its customers use a large amount of water. Obviously, they eat, so they use food. But we also produce waste products. So whether that's sewage or whether it's microplastics getting into the water, or whether it's carbon emissions, which now have people's attention, we are both producing waste and consuming resources. Reisorganisaties worden zich ook bewuster van de impact die ze hebben. De Nederlandse tour operators worden vertegenwoordigd door de ANVR. Een organisatie die de noodzaak ziet om actie te ondernemen. Al was het maar om de eigen toekomst veilig te stellen. Ja, wat ik al zei van krachtenbundeling en samenwerking, daar gaat het om. Gerben Hardeman is gespecialiseerd in duurzaam reizen. En verzamelde een kleine kopgroep van tour operators
die zich daadwerkelijk willen inzetten voor een duurzamere manier van opereren. De wereldbevolking die blijft maar groeien, het aantal reizigers blijft ook groeien. Dus je krijgt steeds meer druk op bestemmingen ook. Klimaatverandering komt ook nou echt terug op bestemmingen. Hè. Neem het voorbeeld van Great Barrier Reef, het prachtige reef dat steeds meer uitsterven bedreigt. Nou, dat heeft direct een enorme impact op de hele toerisme-industrie langs die kust. Op 12 uur afstand Kaapstad, waar we natuurlijk enorme waterschaarste hebben op het ogenblik. Dus je ziet op allerlei gebieden het afval en energie, maar ook water en dergelijke. Allemaal klimaatveranderingszaken die direct onze industrie ook beïnvloeden. Maar die ook meteen te maken hebben met de aantrekkelijkheid van die bestemming. Wat wij proberen te doen vanuit het programma is bedrijven te stimuleren en inspireren en motiveren om met duurzaamheid ook echt aan de slag te gaan. Dat ze daarin een rol zien en een verantwoordelijkheid kunnen nemen en echt ook in actie komen. Hardeman reist, als het niet per se moet, zelf nooit meer met het vliegtuig. Ook al moet hij dan meer betalen voor een treinkaartje. De trein zou eigenlijk goedkoop moeten zijn. Ja. Okay. Als je uitgaat van het principe de vervuiler betaalt. Ja. Maar niet iedereen heeft dat ervoor over. Die consument die zegt gewoon van... Weet je, we werken hier het hele jaar in Nederland en daar hebben we allerlei regeltjes en dergelijke. En als we op vakantie zijn, dan willen we eigenlijk alles, al die regeltjes en al dat soort dingen, die wil je lekker achter je laten en gewoon genieten van vakantie. En dat is ook hetgeen wat de reisondernemingen die bij ons zijn aangesloten natuurlijk ook met name gaan doen. Het is de mooiste beleving brengen tijdens die vakantie. Maar over het algemeen is die bewustwording nog heel beperkt bij de consument. First time I flew out of Heathrow, there were how many flights a day? 20, 30, 40 flights a day, and now there are 100 flights an hour or whatever. There's, you know, that change is enormous, and you can't but look out of the terminal window and see all those aircraft lined up there, and not think this has to have some sort of effect. I think we're very aware of the damage we do. You know, every airline has a thing, you know, click here and you can put in however many dollars or pounds or euros to try and balance out the fuel you're burning. And, you know, people are aware of that and a lot of people do it. But you know, at the end of the day, we're still jumping on the plane. Zouden de tour operators zelf de nodige verduurzamingsslag kunnen maken? De Karma Call. Ik weet niet of iedereen op de hoogte is. De Karma Call is een CO2-calculator waarmee tour operators de voetafdruk per reis kunnen uitrekenen. Het is een instrument dat nog volop in ontwikkeling is, maar niet de enige calculator op de markt. Op een gegeven moment bleek dat, inderdaad geloof ik S&P Natuurreis, ik geloof dat jullie waren achtergekomen van dat op Amadeus, op de travel documenten, wordt ook de footprint of de CO2-voetafdruk op geprint. En die is anders en die is lager dan die wij met Karma Call berekenen. Die Karma Call die is veel nauwkeuriger. Dus, en zij gebruiken ICAO calculator. Zijn dit de enige twee? Want er zijn er vast nog wel meer, of niet? ICAO, dat is die van de internationale luchtvaartsector. En die wordt erkend door de luchtvaartsector zelf. Dat is de slager die zijn eigen vlees keurt. Precies, ja. Ja. Daar zijn er gewoon inderdaad belangen bij waarbij bepaalde maatschappijen niet op zitten te wachten dat er inderdaad wel geselecteerd kan worden op CO2-uitstoot. Dat hebben we al vaak geconstateerd, dat het lobbycircuit van de luchtvaartsector sterk is in bepaalde optiek. Ja. We have all the technology right now. To draw down carbon, to reverse carbon, reverse the warming trend or reduce the amount of emissions in the atmosphere, put them back in carbon back in the ground. We have that technology, we have the knowledge, we just don't at the moment have the political will to do it.
Weet je, de overheid vraagt bij bedrijfsleven, maar weet je, we hebben ook wel nadrukkelijk gezegd van ja, bedrijfsleven mag ook verwachtingen uitspreken aan de overheid. Wat doen jullie dan? Die overheid die heeft werken waar, ja, als ik maar even zo plat mag zeggen, geen enkel idee wat sectoren doen aan duurzaamheid. Wij staan echt als toerisme totaal niet op de kaart bij de overheid. Het grootste probleem dat de reissector zelf ervaart is de prijs van vliegtickets. De grootste vervuiler is ook de goedkoopste. Deze tour operators willen geen goedkoop en vervuilend product. Zij betalen liever wat meer voor iets duurzamers. Ja, dat is ook prachtig. Ik weet niet of de prijs zo belangrijk is. Nou, het is echt wel belangrijk. Mijn dochter die gaat naar Londen, die is super milieubewust. En die zegt, ja, sorry pa, maar ik geef met de trein, dan betaal ik mijn fortuin. En ik kan voor 10 euro met EasyJet naar, ja. Als je uitgaat van een level playing field, dan zouden wij allemaal moeten accepteren dat vliegtickets gewoon duurder zouden moeten zijn. Ja. Zo simpel is het. Ja, en wij zitten heel erg dat consumenten bewust maken verschillen in de vlucht. Of je direct vliegt of met een tussenstop. Want dat scheelt gewoon echt heel erg veel. Compenseren, ja, dat is een verhaal. Maar uiteindelijk moet dat drastisch Het moet gewoon niet omheen. Je kan er niet omheen. Nee. Dus dat was ook onze eerste reactie. Maar daar moeten we het wel met elkaar. Ja. Maar we moeten dit gewoon doen. Je moet daarmee aan de slag. Maar ja, goed, daarom denk ik ook dat we gebaat zouden zijn bij ondersteuning vanuit wetgeving. Want dat is natuurlijk het meest dwingende. Ja, je moet toch ergens beginnen met lobbyen. Dat is niet klaar. We gaan het wringen, jongens. Ja. Nou ja, wij gaan onszelf een tax opleggen. Ja. Wij hebben dit jaar gaan we 5 euro per klant gaan we in een potje stoppen. Ja. Wij gaan niet wachten op een dikke tax. Nee, wij vinden gewoon dat het te goedkoop is. Ja. En dat gaat elk jaar gaat dat omhoog. Maar dat leg je de klant op? Nee, dat doen we gewoon zelf. Van onze eigen marge. The other challenge with tourism that makes it very different is that there's no concentration of wealth and influence. It is a network, and that money is very widely distributed. I think personally that we would gain far more credibility if we started saying, we know we've got some major challenges that we need to solve, and we need to solve them together. I think we would just garner a lot more respect. But there isn't the concentration of power that you get in other sectors. Let's say like pharmaceuticals, where there are just a small number of big companies. Put the CEOs all in a room and they can make a decision. To have the same amount of influence over the entire industry, you'd have to rent a football stadium. Je hebt voor jezelf heb je bepaalde criteria bedacht om op reis te gaan. Dat kan ik het zo noemen? Ja, kan wel. Waarom lach je? Ja, omdat het zo streng klinkt. Oké. Okay. Ja, en zo voelt het niet voor mij. Maar ja, ik heb inderdaad bedacht dat ik niet wilde vliegen. Omdat? Nou ja, omdat ik het belangrijk vind om te reizen op een manier dat niet... dat heel veel schade toebrengt, zeg maar. Maar het is ook omdat ik heb bedacht... Ik had in eerste instantie bedacht, ik wil door Europa reizen. En toen daarna dacht ik, oh, maar dat is heel fijn, want dan hoef ik niet te vliegen. Dan kan ik het gewoon met boten en met treinen en met bussen doen. En dat vind ik ook eigenlijk veel leuker, want ik hou helemaal niet van vliegen. Omdat je dan zo... Je bent er dan opeens. En dat vind ik gewoon heel zonde eigenlijk. En wat zijn argumenten dat mensen geven om het wel te doen? Nou ja, omdat het kan. En omdat je anders niks van de wereld kan zien. Wat in zekere zin waar is. Want het is best moeilijk om naar Brazilië te gaan zonder te vliegen. Dus ja. En mijn tegenargument is natuurlijk dat het heel vervuilend is. En dat je ook op andere manieren heel bijzondere reizen kan maken. Maar het is ook niet alsof ik... Ja, het is, voor nu voelt het heel goed om... op een duurzame manier te reizen. Maar ik kan ook niet zeggen van ik ga dat nooit in mijn leven doen. Ik heb natuurlijk ook wel eens gevlogen. Maar het is meer dat ik denk, hoe minder iedereen het doet, inclusief mezelf, zeg maar, hoe beter. De komende jaren zal de toeristenindustrie alleen nog maar meer groeien. Iedereen gaat meer reizen en het wordt steeds goedkoper. People say, well, what's the biggest change in travel? Well, you can say the airlines, you know, the jumbo jets came in, then the cheap airlines, the Ryanairs and EasyJets and,
dozens of them in Asia. All of that sort of ability to travel easier and cheaper has come in. And then the internet, the fact we have all this information that has made travel so much easier. But the other huge factor, when I started travel, China was closed door. There, you know, I remember the first time you went to Hong Kong, and you went up to the border and you looked across and you said, oh, look, there are Chinese peasants working in the field, growing. We could see it from Hong Kong. Now, all you see from Hong Kong now is factories. But, you know, that was a large part of the world, 20% or whatever the population of the world is in China, which was totally closed off. And the fact that's opened up, and it's opened up both ways, both us going to China and the Chinese coming out, that's a huge change. The problem with tourism, in my opinion, is that we have not acknowledged that we are a resource-intensive industry and we therefore cannot grow in size and grow in consumption forever. There will be natural limits. And that's a challenge for the industry at the moment. It's manifested in what's called over-tourism, where the residents of a place, a receiving area, are the first to voice the problem, which is too many. I can't cope. I feel I'm being pushed out. I can't afford, whatever it might be. But the point is, they are the voice of this thing, which is when too many people want to do something in a finite space. Go home, John Tourist! De Reur, ik noem het cold rock over de Reur. I think what we saw in places like Barcelona and Venice, a withdrawal of what I call a social license to operate. Now, that is a term that's actually used in sectors like mining. They understand if they're going to go and develop a mineral resource, they do have to get a social license. In other words, the community has to allow it to happen, or they're just going to have one problem after another. But like in Amsterdam, we have a problem with too many tourists. Yeah, to put a limit on it. And you know, Barcelona is the place that has said that most clearly, that, you know, here's the line. We don't want even more tourists. And yeah, how do you do it there? You can put the prices up, you know, only the people who can. The hotels are so expensive, and you could, you know, government could just put a tax on it and 100% tax on all the hotels, and people will be camping, wouldn't they, or staying in Airbnb. I don't know how you do this. So it's impossible to control. Yeah, it is more or less impossible to control. Als het zo druk is geworden van hoe kunnen we zorgen dat het zich beter verspreidt over het jaren heen, hoe kunnen we zorgen van dat het in aanpalende gebieden, dat we die bezoekers daar naartoe proberen te trekken. Maar het is natuurlijk veel beter om van tevoren een strategie te bedenken dan achteraf, zeg maar, te demarketen. Dus zeg maar zo, nou ja, weet je, van eigenlijk gaan we onze bestemmingen maar niet meer promoten, want we hebben te veel bezoekers. In Amsterdam is het al zover. Er is zo'n grote toestroom aan toeristen dat de stad zichzelf sinds 2014 niet meer promoot. Wij willen bijvoorbeeld een betere spreiding van de bezoekersstromen in Amsterdam, maar ook in de hele metropoolregio. En eigenlijk zelfs ook verder dan dat. Wij werken in nauwe samenwerking met Den Haag bijvoorbeeld. Om Amsterdam een beetje te ontlasten.
Een concreet voorbeeld van wat Amsterdam Marketing nu doet, is het tegengaan van de lange wachtrijen bij musea. En Lifelines is een instrument waarbij we vanuit de musea informatie krijgen over de drukte. Nou, die informatie die geven we weer op de website. En daar, aan de hand van die informatie kan een bezoeker kan zien of het druk is of niet. En kan daardoor besluiten, ga ik nu wel of niet naar het museum. Die informatie zou je ook in de artificiële intelligentie kunnen verwerken als input. En daardoor gebruiken om juist de drukke locaties te ontlasten en andere locaties als suggestie aan te bieden. En eigenlijk gaf 80% van de bezoekers aan dat het wel een invloed op hun gedrag had gehad. Een deel van hun hebben besloten om een andere museum te gaan bezoeken. En eigenlijk de merendeel van hun heeft gezegd, hey, ik heb het gebruikt om dat museum die ik wilde bezoeken op een ander moment te gaan bezoeken. Ondrej Mitas is emotion researcher. Met gezichtsuitdrukkingen en fysieke metingen die hij verzamelt, analyseert hij hoe mensen bijvoorbeeld een reis ervaren. Dat zijn precies de gegevens die city marketing organisaties zoeken. So what would be the way to go next level? I think looking at the videos and pictures that people record themselves. Mm-hmm. Well, another approach is to analyze all the pictures which are posted on social media and try to classify them. Yeah, that is possible. People take pictures, right? And people take pictures of each other. And they do that over the course of their entire destination experiences. And on those pictures are facial expressions. So you could use those and then use wearables throughout their experience, then link wearable signals for a short time period and start to build a more complete picture of a destination experience. Denk ik dat wij gewoon meer data willen, dat is duidelijk. Meer diverse data, zodat wij de complexiteit van de sector goed kunnen begrijpen. Wij willen ook steeds meer up-to-date data of zelfs real-time data, zodat wij begrijpen wat nu aan het gebeuren is, zodat wij ook actie kunnen ondernemen. En nog een stap verder is predictive analytics, om prognose maken, zodat wij veel beter kunnen gaan anticiperen. Het zijn ook tools die je uiteindelijk kunt inzetten, enerzijds op een zakelijke manier, anderzijds kunnen wij als city marketing organisatie dat voorspellende gedrag weer gebruiken om publiek te gaan sturen als je met predictive analyse een bepaalde verwachting hebt dat het op een bepaalde plek druk gaat worden, dan kun je tips gaan geven die andere plekken uitlichten om bezoekers meer te spreiden naar een ander gebied. Not in a hurry. When you get a situation where there are more tourists to an area than it can actually accommodate, you get a reaction. The first response is to share it, to move it around, to disperse it. And I fully understand why Amsterdam, for example, are taking that position, because it's the most logical thing to do. The challenge, however, is that if that's all we do, or if that becomes the primary sort of response, you're simply one agency is shuffling off the problem to another agency. So you're just causing a problem down the road in time, if you like, or up down the road geographically. If that seems to work, if you see the destination as some kind of an assembly line or a machine. But imagine that the destination is a living system. What's a living system? Imagine it's your body. So if you have a problem with a rash on your body, which has come about with, you know, too much toxins all collected at the same time or whatever it might be, you don't solve it by taking a smear of that and spreading it all over your body. It doesn't solve the root cause of the problem. And I'm not professing I can solve Amsterdam's current problems. What I'm focusing on is how can we generally recognize that those problems are symptomatic of a deeper problem, which is we're growing beyond our capacity to support that growth. V
Vlieland lukt het op de een of andere manier wel de massastroom toeristen tegen te houden. Ze doen dat zo goed dat studenten van over de hele wereld komen kijken wat het geheim is van dit idyllische eiland. I'm from Germany. I'm from Indonesia. I'm from Romania. I'm from China. I'm from France. And I'm from South Africa. Yeah, I'm studying leisure and tourism. I want to work in the tourism industry, but I'm really interested in tourism. In my country, tourism is like one of the key to have the economic growth. Now, kind of tourism is maturing. I mean, once cars were also only for the people that could afford it. By now, it's so common. It starts to become affordable for everyone. So, now we're on the campsite. But we're opening next week, Friday. The weather will be terrible, but there will be campers will be coming. Yeah, and I think about 200 people. About. Wow. Yeah. What do they do? What do they do here? Now that the weather is like this? And walk around. Right. Enjoy the nature of Vlieland. That's very important for most of people, and it's very calm and easy then on Vlieland. Mm-hmm. Is that what they like? Right. Yeah. Okay. Yeah. More questions. No. Okay, we walk on. There is a possibility to have more people, but the question is, do you really want to have more people? In my country, there are many islands and many destinations that they are destroyed by the mass tourism. We need to understand each other because we're traveling like a global village, so everyone's always going there and there and there. It's a matter of just trying to find a balance, as Maria say, making sure that making sure that we meet each other's needs without being hostile towards each other. It's not only about learning something about human behavior, but also how to create a better world for people. So here we have the Maldives, and it's pretty nice. And here we have Garbage Island, where they dump their stuff. Neem het de generaties voor jou kwalijk dat ze er misschien zo nonchalant mee zijn omgegaan? Ja, ja en nee. Nee, omdat ik denk... Volgens mij waren er ook weinig mensen zich echt bewust van wat voor impact het allemaal heeft. En nog steeds. Gewoon, er zijn denk ik te weinig mensen die weten hoeveel impact onze levensstijl heeft op het milieu. En zeker vroeger niet. Dus in die zin kan je denk ik niet echt kwalijk nemen. Maar ik vind het natuurlijk wel heel jammer dat het zo is gegaan. Want... Het is gewoon heel erg zonde dat er zo weinig gebeurt aan de situatie, vind ik. Maar ja, daarom denk ik ook, dat is gewoon een soort verantwoordelijkheid die je wel of niet wil nemen. Want het is natuurlijk niet zo dat wij dat per se veroorzaakt hebben. Maar gewoon, de jaren die eraan vooraf zijn gegaan, die hebben het nu tot hier gebracht. En wij kunnen dan er iets aan doen, zo voelt dat voor mij. Veel van de jonge generatie reizigers vertrekken naar verre oorden met idealen. Ze gaan vrijwilligerswerk doen. En steeds vaker is dat het opruimen van rommel. Van het plastic dat achterblijft. Dat de exotische stranden en de appelblauw zeegroene oceanen vervuilt. Ik heb bio zonnebrand, maar ook bio wasmiddel. Mijn zus die is bezig met zelf zeep maken, dus daar ga ik wat van meenemen, wat zij aan het maken is, zeg maar. En dat kan ik dan ook gebruiken, want deze is bijna op. Maar omdat zij dan toch bezig is daarmee, kan ik dat dan ook gebruiken. En dat is dan voor mezelf, zeg maar, voor mijn eigen zeep, maar ook voor mijn kleren. En die is ook biologisch afbreekbaar? Ja, gewoon, ja. Helemaal eigenlijk. En ik ga nog je hebt van die speciale Himalaya tandpasta. En dat Himalaya's, dat werkt dan.
dat neem ik altijd mee als ik zoiets doe, omdat het gewoon, nou ja, ook biologisch afbreekbaar is. Dus... Je hebt ook een houten tandenborstel. Bamboe is hij. Ja. Heb je daar een reden voor? Of vind je hem gewoon mooi? Nee, ja, ik vind hem ook mooi. Maar ik heb hem pas sinds heel kort. Want ik kwam er dus achter dat dit bestaat. Toen dacht ik, oh, dat is wel heel gaaf. Want het is natuurlijk geen plastic. En daarom vind ik hem leuk. Want dan hoef ik dus geen plastic te gebruiken. Je kan een heleboel dingen doen, ook van lokaal kijken naar wat je lokale producten kopen en lokale restaurants. Door niet te gaan jetskiën, maar mountainbike-tocht te gaan doen. Er zijn zoveel voorbeelden waarbij je gewoon eigenlijk het gewoon prettiger is, gewoon ook voor jezelf. En waarbij je ook nog steeds of soms nog wel een veel leukere beleving hebt dan je ooit kan denken. Het is natuurlijk ook niet onze boodschap van ga niet reizen. We zeggen wees, ja, blijf reizen en ontdek de wereld. Maar probeer inderdaad wel te kijken of je zo je footprint zo klein mogelijk kan maken. About sustainable travel, is that the answer? The challenge with sustainability is really ultimately is about doing less harm. And the way I describe it is we've got this ship, which I'm calling the SS Tourism, which is unfortunately a lot like the SS Titanic. It's growing at a phenomenal rate, 4 to 5% per year now, which is rather like cruising at 5 miles per hour or 5 knots per hour directly into the face of an iceberg. Sustainability would slow that speed down, and it is slowing that down, but that's not enough to prevent the ship hitting the iceberg. So I'm saying sustainability is fantastic. I don't want to say anything negative about it. I'm saying it's just one step in the right direction. On Vlieland, our main economic existence is tourism. So if we didn't have tourists on this island, we wouldn't have an income. It can be very attractive to grow and grow and grow and to have more and more tourists coming to Vlieland, because more tourists is also more money and more income. But we all realize that then we would lose the goose that lays the golden eggs. Because to keep Vlieland as it is, in the way of nature and the beautiful environment, that's very important for tourists, because they mainly come for our very beautiful scenery. So we all realize that we can't expand and keep expanding. How do you limit the amount of tourists? Simply by the accommodation we have, the number of tents, the number of hotel beds, the number of, so that's putting a stop to it. Yeah, full is full. Right. So all I'm saying is not that we should not grow in benefit, grow in value, grow in the positive impact that we make on our communities and all the people involved in tourism and affected by tourism. It's just that we shift that definition of success from more to better, from quantity to quality. No. Okay. Mam? Nee, ik dacht niet, we hebben al een afscheid. Ja, we hebben al 100 keer afscheid genomen. Nee, ik dacht niet. Nee. Je hebt het heel fijn, hè? En soms niet fijn, geeft ook niet. Nee. Het is maar 4 maanden, man. Hup, rugzak op. Ja, ga nu weggaan. Ja. I am proposing a so-called paradigm shift, or a shift in the way that we see tourism, the way we perceive it.
the fundamental shift that people are discussing in and outside tourism is the need to understand that we are actually part of a living system. The earth is alive, it's regulating itself. And we can learn from living systems how to do things differently. The most common cycle in nature is something is born, something is created, and it is very immature at the beginning, and it grows, it develops, and then it becomes more effective or stronger, and it rises up as in that hockey stick curve, but it reaches that point where it starts to tail off. So I'm a perfect example. Now I'm obviously, as you can tell, at a much different stage in my life. You know, I'm just at that point where I know that my faculties are going to start to weaken. I'm not going to be as productive. I'm going to die, you know. Sorry to say it, but we all are. But that is how life works, and my remains will become compost for something else. So in tourism, what I'm saying is you are not a vertically integrated industry with nice, neat little boxes and lines of cause and effect. You are a living, dynamic network. You're a living system, and it replicates itself, and it lives in harmony with other life forms. That is what they're calling now being regenerative. That's the ideal that we should be moving to. Now, it's a hugely ambitious, and it's a vast change. We're part of nature. We're integral part of nature. Nature is us, you know? And unless we learn to live how nature has learned to live over 4 billion years, if we break all the rules that have been developed to keep life in harmony, then we will suffer the consequences. We gaan nu nog steeds uit van een economie met een bruto nationaal product. En je zou eigenlijk veel meer moeten kijken naar een bruto nationaal geluk. Dus we moeten veel meer kijken naar van, in plaats van wat zijn de economische waarden, wat zijn de maatschappelijke waarden. De uitdaging is wel van dat we dus daarin afhankelijk zijn van internationale samenwerking. Al die bestemmingen, als die allemaal zorgen van dat het welzijn en het leefklimaat van de burgers die daar wonen voorop staat, dat het een geweldige plek wordt om te leven, dan worden dat ook geweldige plekken om te bezoeken. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. Eerst zorgen dat de bewoners tevreden zijn. En dan pas naar de behoeften van de toeristen kijken. Maar ook niet vergeten dat toerisme zorgt voor werk, voor culturele uitwisseling en kan bijdragen aan goede ontwikkelingen, zeker in moeilijke gebieden. We ruined Bali because we did a guidebook about it, and we ruined Thailand and ruined Cambodia. We also did a guidebook to Afghanistan, and I would love to ruin Afghanistan. If someone would say, you know, oh God, Afghanistan was fine, you know, all you had was the Taliban, and now there's all these damn tourists, and we blame it all on Lonely Planet, I would be delighted. I would, you know, if I could be the person who ruined Afghanistan, that'd be fantastic. Maar laten we duurzamer reizen, bewuster reizen. En dan misschien toch ook iets minder vaak op vakantie gaan. Laten we proberen zoveel mogelijk over land of zee te reizen en niet door de lucht. En als we dan toch moeten vliegen, laten we dan de werkelijke prijs betalen. Want dan zouden we met z'n allen nog lang op vakantie kunnen. Voor deze aflevering hebben we gebruik gemaakt van jullie vakantiefilmpjes en archiefmateriaal, zodat we zelf niet naar al die exotische vakantiebestemmingen hoefden te vliegen. En ik ben op weg naar Cadiz en dan naar Tarifa, want vanaf Tarifa ga ik naar Marokko. Wat heel spannend is, want het is de eerste keer dat ik Europa verlaat. En super bijzonder. Dan moet je zien hoe mooi weer het is. Dedans.